مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Dit is gisteren, vandaag en morgen voor zaterdag 15 mei 2021. Kal Ajorkal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ECMI Radio 91.3 FM in een simulcast in Nikiri op de 103.5 FM. Kal Ajorkal is ook online te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar tbsuriname.com en landelijk is Kal Ajorkal vandaag te zien via RBN TV kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pirkan en ik presenteer u vandaag, gisteren, vandaag en morgen Rashid Pirkans Kal Ajorkal. En zegt tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat mij bij de aanvang van deze uitzending alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. Ik wens u veel sterkte toe in de voor u zeer moeilijke en droevige dagen. De mensen die ziek zijn wens ik van harte beterschap en de felicitaties vandaag in de richting van alle mensen die er vandaag jarig zijn. Dit is Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Vandaag hebben we als gast in Kal Ajorkal de minister van Business. Dat is minister Albert Ramdien. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Vandaag gaan we niet over een heel departement praten, want het is een vrij groot departement met drie grote takken. Maar vandaag gaan we expliciet met hem praten over het buitenlands beleid van de Surinaamse regering onder leiding van president Chan Sann-Toki. In een andere uitzending zullen we met hem praten over de andere afdelingen van het ministerie. Minister Albert Ramdien, welkom in Kal Ajorkal. Ja, goedemorgen. Dank u wel. Dus dat voor het eerst dat ik je hier heb sinds je minister bent, hè? Dat klopt. En waarom heeft dat gelegen dat het zo lang duurt? Nou, we zijn altijd bereid. Oké. In elk geval is straks een jaar, hè? 16 juni. De tijd gaat hard. 16 juni, de tijd gaat hard. Absoluut. Ja, hoe bijna 10 maanden sinds de verkiezingen. Nou, hoe is het eerste jaar voor u? Innerverend, verrassend, veel werk, enorm veel werk, want de situatie welke is overgenomen was niet mals, is niet mals, erger dan we dachten. Dus er is veel werk te doen, er is ook veel denkwerk verricht, er is ook veel aan de basis gelegd, want je hebt natuurlijk een lange termijn planning, maar je hebt de korte termijn problemen van de mensen die je moet oplossen. We hebben COVID-19 midden gehad, daartussendoor. Dat is er nog steeds. En laat me hierbij ook een oproep doen aan iedereen in verband met COVID-19. De maatregelen zijn weer afgekondigd. Er is geen total lockdown, maar er is een uitgangsverbod. Ik zou een beroep willen doen op alle Surinamers om zich te houden. Want je eigen gedrag is belangrijk om ervoor te zorgen dat we geen COVID-19 escalaties krijgen. Okay. Dus nogmaals, houdt u zich eraan. Minister Albert Ramdien, voor u minister bent geworden van het departement, hebt u een hele diplomatieke carrière achter de rug. Tot 2 maal toe bent u assistent-secretaris-generaal geweest van onder andere de Organisatie van Amerikaanse Staten. Hoe is dat momentum geweest 2 keren toe en welk moment zou u kunnen zeggen, of een paar momenten kunt u zeggen, dat hey, dat zijn momenten die me zijn bijgebleven waarbij er enorme spanningen en of economische crisis of de al dan niet andersoortige vormen van escalaties waren in de regio? Inderdaad, voor meer dan 10 jaar bij de Organisatie van Amerikaanse Staten gezeten. Het is een hele innerverende periode geweest. Ook erg leerrijk, want in die posities leer je dus echt de situatie in verschillende landen beter begrijpen. Met name in de Latijns-Amerikaanse landen. Het Caribisch gebied kennen we, onze eigen omgeving. Maar als ik moet denken aan momenten waarop het heel spannend was, dan zijn het eigenlijk met name de conflict situaties waar de OAS eigenlijk wordt gevraagd om een oplossing te brengen. En een van de momenten is natuurlijk geweest suspensie, dus het in het geval van Honduras, toen vanwege een staatsgreep daar, een vermoede staatsgreep daar,
Honduras tijdelijk uit de OAS werd gehaald. We hebben daar actief in mee geparticipeerd. Dus dat is wel een mooi moment geweest, omdat er enorm veel spanningen waren. En uiteindelijk is dat allemaal wel goed gekomen. Maar dan begrijp je ook wat er gebeurt wanneer een land tijdelijk uit de organisatie wordt gehaald. Wat voor effecten dat heeft op de economie, op de bevolking, op de veiligheid. Haiti is een ander gebeuren. Enorm veel crisis voor 10, 15 jaar. Ik had Haiti in mijn portfolio, dus ik begrijp precies wat er gebeurt op dit moment in Haiti in verband met hun grondwettelijke problematiek, verkiezingen en dergelijke. Maar een van de andere momenten is ook natuurlijk dat is bijgebleven, is het moment van 11 september 9/11 is toen in Amerika de aanvallen werden gepleegd en eigenlijk het hele westelijke halfrond tot stilstand kwam. Dat is wel bijgebleven en het gaat nooit uit je memories. Oké, okay. Gegeven hebt u twee periodes afgesloten. Dan bent u teruggekomen naar Suriname. U hebt een poos gewerkt voor een van de goudondernemingen. Wat heeft u eraan toegebracht om te zeggen van hey, ik wil toch doorgaan in mijn land? Ik ben teruggekomen omdat ik inderdaad een bijdrage wilde leveren. Teruggeven aan het land. Ik heb in CARICOM-verband gewerkt. Ik heb bij de OAS als functionaris gewerkt. Maar ik heb daarnaast ook natuurlijk de functie van assistent-secretaris gehad, secretaris-generaal gehad. Terugkomen naar Suriname was eigenlijk een bewust besluit om hier te kijken hoe we konden helpen. En toen was er een nieuwe regering net aangetreden. We hebben geprobeerd te helpen. Op een gegeven moment moet je een besluit nemen om effectief en echt daadwerkelijk waardevol te zijn. Dat was niet allemaal mogelijk, dus dan is de overstap naar het bedrijfsleven. Maar toch nog in Suriname, dus vanuit die hoedanigheid ook een bijdrage geleverd. Ja. Hoe voelt het aan om eens in dienst te zijn van het departement, Buitenlandse Zaken, om nu leiding te geven aan het departement waar u eens zelf in dienst was? Eigenlijk heeft het enorm veel voordelen. U bent er zelf geweest, jaren geleden, maar het heeft voordelen omdat de mensen je kennen, jij kent de mensen, je kent de structuren, je weet ook wat gedrag moet zijn, op welke dingen je moet letten als minister. Het vak is bekend. Dus wat dat betreft is het een voordeel. Ik zie niet echt nadelen, maar ik vind het wel plezierig om met mensen te werken waarvan ik weet dat ze bepaalde kwaliteiten hebben. En daar gaat het uiteindelijk om. Okay. Dames en heren, dit is Kalaan Jorkal. We praten met minister Albert Randien. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Houdt u rekening ermee dat we vandaag uitsluitend over één tak van het departement praten, dat is Buitenlandse Zaken. In een andere uitzending zullen we de minister weer uitnodigen om over de andere takken te praten, onder andere International Business en Internationale Samenwerking. De reden waarom ik dit doe, zodat dit niet al te verwarrend voor u komt als we alle drie op één hoop gaan gooien en we willen het toch een beetje overzichtelijk voor u houden. Het buitenlands beleid. Hoe ziet het buitenlands beleid over het algemeen eruit onder leiding van president Santokki? President Santokki heeft vanaf het begin gezegd, zowel nationaal als internationaal, dat de regering zal functioneren op basis van waarden en normen. En die waarden en normen zijn inderdaad hoeksteen van het buitenlands beleid. En welke waarden en normen? Internationaal geaccepteerde waarden en normen. We zijn democratisch. We staan voor democratie, we staan voor rechtsstaat, we staan voor goed bestuur, good governance. We willen ook de mensenrechten die internationaal erkend zijn en geaccepteerd zijn, duidelijk beschermen. Dus het is een buitenlands beleid dat in eerste instantie duidelijk gebaseerd is op waarden en normen, values, zoals men zegt. En daardoor zijn we als land ook al beter geaccepteerd. Want dan passen we in die rij van naties. Dat is één aspect. Het tweede aspect is dat ons buitenlands beleid is gebaseerd op de Surinaamse realiteit, op onze behoeften, niet het belang van anderen. Het is ook niet ideologisch. We zijn erg pragmatisch. En het derde, ons buitenlands beleid is voorspelbaar. Men weet precies wat men aan ons heeft. Dus, en dat is wel belangrijk in het internationale, dat men weet waar je staat. Dus dat zijn drie elementen en er zijn nog wat meer elementen. Maar het Surinaamse belang staat centraal en onze waarden en normen
zijn in lijn met wat internationaal gangbaar is. Oké, minister Albert Ramdien, de afgelopen 10 jaren, in de periode 2010-2020, hebben we back-to-back twee andere regeringen gehad, onder leiding van gewezen president Boutersen en dan ook met de vicepresident Amirali en vicepresident Ashwin Adin. Waar zit het verschil in tussen het buitenlands, kijk naar de wereld, zo je wilt, het buitenlands beleid van nu ten opzichte van de afgelopen 10 jaar? Er is een enorm groot verschil. Eén is systematisch, langzaam maar zeker, en we hebben het gemerkt op het eind, was onze reputatie ernstig beschadigd. Enorm ernstig beschadigd in die zin dat landen eindelijk geen respect meer hadden voor Suriname en voor Surinamers. En dat is wel jammer, omdat het individuen zijn geweest die die reputatie verslechterd hebben, beschadigd hebben. Maar internationaal gaat men niet zeggen, ook is één persoon of twee personen. Men gaat zeggen, het land heeft een bepaalde reputatie. Dus dat is een groot verschil. Wij hebben een buitenlands beleid overgenomen waar onze reputatie enorm slecht was. Waaruit blijkt dat? Wij waren geforceerd, en ik zeg wij, maar omdat wij als Surinamers moeten denken. In die 10 jaar zijn we systematisch afgegleden naar relaties met landen waarvan men zegt, die zijn dubieus. Daar zou je eigenlijk geen relatie mee moeten hebben, of niet primair een relatie mee moeten hebben. Maar noodgedwongen, omdat die andere landen ons niet respecteerden, zijn we geforceerd in die richting. Dat willen we ook niet. Dus wij willen terug naar een situatie waarbij de reputatie van het land nadrukkelijk goed is. En waarbij de landen ons respecteren op basis van onze waarden en normen. Want Surinamers hebben waarden en normen. Maar een aantal personen die een slechte naam hebben gehad, en zeker wanneer je een leider hebt die een veroordeling aan zijn broek heeft, is niet de beste manier om je land uit te dragen. Ja. Ook het kunnen reizen naar het buitenland was bemoeilijk daardoor. Ja. Dus dat is een belangrijk verschil dat we hebben. We zitten nu, als ik dit even nog mag toevoegen, ook een reputatie ten aanzien van onze financiële economische sector. Die is ook zwaar beschadigd. Wij merken dat nu. Wanneer minister Achaibersingh en ik in het buitenland zijn, dan merk je heel duidelijk van, maar hoe zit het met de centrale bank? Hoe zit het met die minister die nog op de vlucht is? Hoe zit het met die centrale bank en die directeuren van het bankwezen die in de gevangenis zijn? Het is een enorme slechte reputatie. Hoeveel moeite kost het? Want het is straks een jaar. Het lijkt heel lang, maar het is niet lang ten opzichte van de 5 jaren dat de regering heeft. Hoeveel moeite kost het wanneer je tegenover de mensen zit, vooral het buitenlands beleid primair, wat het economisch gedeelte, dat gaan we een andere keer meenemen. Maar om die mensen te zeggen, hey, this is another government. Wij zijn dat niet. Ja. Hoeveel moeite kost het om die mannen te zeggen van, probeer ons toch te vertrouwen? Ja. Het begint met een stukje persoonlijke diplomatie. Als je de mensen al een beetje kent en de mensen kennen jou en je achtergrond, dan maakt het groot verschil. Dat is je persoonlijke diplomatie. Dat is je eerste ingang. En als je een goed verhaal ook nog erbij kan vertellen, maar ook een partij hebt die gestoeld is op democratische principes en waarden en normen, dan wordt het makkelijker. Maar dat betekent nog niet dat je overtuigend overkomt. Want hun ervaring is de andere geweest. Maar we hebben een goede inhaalslag gepleegd met Nederland, Frankrijk, Verenigde Staten. Oké. Dames en heren, met minister Albert Ramdien praten we vandaag in de Rashid Pierkans Kanaadjurkel. We praten vandaag SEC over het buitenlands beleid van de regering. Minister Ramdien, CARICOM is geen onbekend territorium voor u. U kent die regio. Maar hoe kijkt u ernaar in CARICOM-verband, het beleid naar CARICOM, terwijl u het goed kent? Maar welke ingangen en punten zeg je van, daar moeten we beter naar gaan kijken? Het is inderdaad zo dat we onderdeel zijn van CARICOM als een volwaardig lid. Samen met Guyana vertegenwoordigen we bijna 70% van het territorium. Men vergeet vaak dat. Het zijn maar kleine eilandjes, maar wij vertegenwoordigen 70%. Dus in termen van de agrarische potentie, de voedselzekerheid, kunnen wij een bijzondere rol spelen samen met Belize. Maar ik denk dat er iets anders is dat belangrijk is. De wereld is veranderd. Sinds de jaren 60, 70, toen CARICOM echt opkwam. Er is nog een traditie van Engelssprekendheid, van een achtergrond van de Commonwealth. Langzaamaan, in mijn ogen, moet dat
verdwijnen, want we zijn een regio in een nieuwe omgeving, in een nieuwe wereld. Dus er moet een discussie zijn over wat is het doel, wat is de purpose, wat is de bedoeling van CARICOM als een integratiesysteem. En het is de bedoeling dat we die discussie aangaan, ook samen met Guyana. Dus ik denk dat als we precies weten hoe we CARICOM kunnen benutten om, zeg maar, de belangrijke doelen politiek en economisch te realiseren, we dan een beter vaarwater komen. Hoe komt het dat het soms binnen de CARICOM voorkomt dat die lidlanden, met uitzondering van Suriname min of meer, omdat we een Nederlandstalig land zijn en de overige, de grote overdelen, die zijn Engelstalig. En de meeste van de mensen die hebben min of meer op dezelfde scholen gezeten. Ze kennen elkaar van Engeland, ze kennen elkaar van New York, voornamelijk waar die mensen zitten. En ook van de University of the West Indies. Hoe komt het dat zij sneller kunnen communiceren met elkaar en wij min of meer steeds moeten duwen om naar binnen te komen? Het wordt beter. Het wordt beter. Ik denk dat onze inbreng in CARICOM wel gewaardeerd wordt. Maar het is inderdaad waar, de Old Boys Network is er nog steeds. Het is natuurlijk een kwestie van historie, van die verbondenheid tussen de eilanden. Maar ik denk dat meer en meer men gaat realiseren, en het waarschijnlijk gaat het met conflicten gepaard gaan, dat zeker voor wat betreft de toekomst, de naaste toekomst, Suriname en Guyana, en wij willen daarin wel een leidende rol spelen, vanwege olie en gas, qua economische macht, een belangrijke rol zullen spelen in het heel Caribisch gebied. Dat betekent automatisch dat we een leidende rol moeten gaan vervullen. Ik wil niet zeggen dat men moeten accepteren, maar men gaat die realiteit wel moeten inzien. Ja. Er komt een andere dynamiek in het CARICOM-verband. Want de kleine eilanden zijn eigenlijk aan het plafond al van wat mogelijk is. En de realiteit wil men vaak niet onder ogen zien. Maar we gaan wel actief van onze kant uit ook die rol moeten ambiëren. Dus dat is wel iets dat we op de agenda hebben met CARICOM voor de komende maanden. Ja. Hoeveel inzet gaat uw departement doen binnen CARICOM om toch nog te trachten wat afdelingen van CARICOM hier te krijgen? We weten dat de headquarters onder andere in Georgetown is, in Guyana is. Maar er zijn vertakkingen om toch te zeggen, we kunnen wat departementen, afdelingen hier gevestigd krijgen. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we eerst een exercitie doen. Eerst kijken naar wat voor instituten heeft CARICOM. In mijn ogen heeft CARICOM te veel instituten. Er moet geclusterd worden, zodat je minder instituten hebt. Ook CARICOM als een integratiesysteem gaat efficiënter moeten opereren. Gaat effectiever moeten worden. En op dit moment heb je verschillende instituten die overal zijn. Er moet een beleid komen waarbij ze duidelijk in die richting uitkijken. Wanneer we die evaluatie hebben gepleegd van al die instituten en hoe dat past in het kader van het nieuwe CARICOM, dan moeten we kijken hoe Suriname dus een leidende rol kan spelen in het aantrekken van sommige instituten. Maar we gaan daar ook heel scherp in moeten zijn, want we willen niet allerlei soorten instituten hier krijgen. Het moet functioneel zijn, het moet belangrijk zijn voor ons, en we moeten daar ook voordeel van hebben. Ja. Minister Ramdien, Suriname heeft nooit de toppost kunnen bekleden van secretaris-generaal van de CARICOM. Onlangs hebben we een poging gewaagd met ambassadeur Manorma Suknandan. Wat is uw kijk daarop geweest? Heeft het weliswaar niet gehaald in de stemming? Dat is gebleken. Maar hoe hebt u daar naar gekeken met de voordracht van haar en eventueel de afwijzing? Nou kijk, als beleid hebben we dat we Surinamers zo goed mogelijk willen positioneren in internationale organisaties. We zijn aan het begin van het traject, maar in CARICOM-verband, in OAS, in de United Nations willen we zeker Surinamers pushen. Het is een lang traject. Recentelijk zijn twee Jamaicanen in hoge functies bij de Verenigde Naties benoemd. En dat komt alleen maar omdat Jamaica dus al decennia lang bezig is om die mensen te promoten. Dat hebben wij niet gedaan. Dus we moeten niet verwachten, we moeten geen wonderen verwachten. Het neemt tijd. In het geval van CARICOM, zoals ik zei, ik zie wel een moment komen in de toekomst wanneer het belang van Suriname nadrukkelijk beter wordt begrepen als economische speler, dat wij ook de ruimte krijgen om leidinggevende rollen te spelen in CARICOM-verband. Ten aanzien van mevrouw Suknandan,
En we hebben gelezen wat ze heeft uitgesproken. Ik wil daar niet op reageren, want binnen de diplomatie is er een zeker decorum dat over bepaalde zaken je niet publiekelijk praat. Overigens moet ik zeggen dat ik gisteren nog door de secretaris-generaal van CARICOM ben gebeld geworden. Eigenlijk niet zozeer om excuses aan te bieden, maar zijn verontwaardiging over de wijze waarop zij dit heeft gemeend uit te spelen, want het is ook in CARICOM-landen aan de orde geweest. Het is eigenlijk not done, het is eigenlijk niet wat je verwacht van een diplomaat. De hele procedure welke gevolgd is, daar kan ik in detail over praten. We hebben wel degelijk gelobbyd, we hebben wel degelijk gesproken. Ik wil niet aangeven waarom het niet precies is gelukt, alleen om te zeggen dat beide kandidaten, van Belize en van Suriname, werden gekwalificeerd als dat ze de job zouden kunnen doen. Wanneer dat is gebeurd en de verschillen in de psychometrische test die is uitgevoerd, maar ook in, het interview, in de interviews die zijn gehouden, was marginaal, was niet zo groot. Uiteindelijk komt het erop neer van wie is beter geschikt. En daar kijkt men naar andere zaken. Toen wij zagen dat het grootste deel van CARICOM leunde naar de andere kant, dan moet je je eigen diplomatieke ervaring inbrengen en weten wat je moet doen. Omdat je onderdeel bent van een integratiesysteem waar je zegt van oké, laten we samen optrekken. Als het niet gelukt is, dan gaan we samen optrekken. En ik vind het jammer dat mevrouw Suknenden het nodig heeft gevonden om in de pers te treden. Omdat ik er persoonlijk heb gebeld en deze afspraak heb gemaakt van dat we op deze manier ermee zullen omgaan. Nogmaals, ik ga niet op dit in detail. Ik vind dat we respect moeten hebben voor het besluit dat uiteindelijk is genomen. En dat we daar ook ondersteuning moeten geven. Want uiteindelijk gaat het erom dat je als land, niet alleen als kandidaat, maar als land ook gerespecteerd wordt. Ja. En ik moet zeggen, er is enorm veel respect heeft de president gehad met de wijze waarop hij is omgegaan. Tot zelfs dat de voorzitter van CARICOM zegt dat Suriname nu een nieuwe standaard heeft gezet van hoe je moet omgaan wanneer een kandidaat niet neigt het te halen. Minister Ramdien, u bent zelf 2 keer ook assistent-secretaris-generaal van de OAS geweest. U bent bekend met hoe het te werk gaat om gekozen te worden. En daarvoor, los van dat een land zelf lobbywerk verricht, moet de persoon wel gedegen ingangen hebben om die votings te krijgen. Het is een combinatie van beide. Ja. En er zijn bepaalde principes, procedures, normen, gewoontes, tradities waaraan je moet houden. Misschien wil ik dit zeggen. Toen ik interesse had voor de toppositie bij de OAS, heb ik dat netjes aangegeven. Ik ben niet naar de pers gegaan. Ik heb het netjes aangegeven aan de minister en aan de toenmalige president. Men heeft besloten en men heeft mij netjes uitgenodigd om te zeggen het gaat niet. Ik ben daarna niet in de pers getreden. Ja, ik kan me die periode herinneren. Ik vind dat hoort niet, dat past niet. Een land heeft een besluit, oké, daar moet je respect voor hebben. Je moet het wel begrijpen. Daar is wel veel discussie over geweest. Maar je moet wel weten hoe het hoort. En na 19 jaar in de diplomatie had mevrouw Suknenden ook dat geweten moeten hebben. Nu heeft het voor meer averechtse spanningen geleid in CARICOM, want men begreep het niet. Correct. Maar goed, ik wil er niet veel over zeggen. Het is gebeurd en ik hoop dat ze toch wel inziet dat er een bepaalde diplomatieke stijl is die gevolgd moet worden. Oké. Dit is Rachid Pierkans Kalajorkal. Met minister Albert Ramdien praten wij. We praten vandaag uitsluitend over zijn buitenlands beleid. Het departement heeft 3 takken. Buitenlandse zaken, international business en internationale samenwerking. Vandaag gaan we het niet hebben over de tak international business en internationale samenwerking. Dat doen we een andere keer. En de reden is, we willen niet alles op één hoop gooien, zodat die uitzending een klein beetje overzichtelijk voor u blijft. Dus we praten over het buitenlands beleid. Hoe de regering Santokki-Brunswijk kijkt naar de wereld. Hoe Suriname zijn ingangen moet gaan vinden naar de wereld met deze nieuwe regering. Minister Ramdien, het beleid naar Zuid- en Midden-Amerika. Wat is overal het beleid en naar welke landen binnen Zuid- en Midden-Amerika hebt u min of meer in vizier als u een top 5 zou maken? Want er zijn een heleboel erin, maar er zijn toch prioriteitlanden waar Suriname zegt, kijk,
daar kunnen we toch een beetje beter naar gaan kijken en meer eruit kunnen halen. Dat is inderdaad belangrijk. We zijn onderdeel van deze regio, van Latijns-Amerika. We zijn ook onderdeel van het Caribisch gebied. Maar het Caribisch gebied, als we kijken naar de politieke invloed in de wereld, is als we collectief optreden, als we gezamenlijk optreden als 15 landen, 14 onafhankelijke staten, dan heeft dat waarde. Maar als we individueel optreden, dan wordt het minder. Tenzij het dan om een hele speciale relatie gaat. Dus wij gaan blijven investeren in het CARICOM-verband om invloed te hebben. Maar als markt, als economische markt, is heel beperkt. Dus als je Haiti en Cuba en Dominicaanse Republiek erbij rekent in de Caribische Zee, is het nauwelijks 500 miljoen mensen. Dus vanuit een economisch perspectief moeten we kijken naar andere delen. Ik ben groot voorstander van om te kijken naar wat dicht bij huis is. Dus ik kijk graag naar Centraal-Amerika, Midden-Amerika, waar er 60 miljoen mensen zijn. Vanaf Panama tot en met Costa Rica en de andere landen ertussenin. Ik denk dat tussen CARICOM en Centraal-Amerika een relatie moet ontstaan dat gebaseerd is op wederzijds voordeel. Samen zijn deze twee regio's het merendeel van de OAS. Dus zij kunnen veel besluiten daar. Dus er is een politiek voordeel. Wij hopen nu dat als Belize secretaris-generaal wordt van CARICOM, dat er een, ja, omdat Belize in het Centraal-Amerikaanse deel ligt, dat er een, ja, een natuurlijke samenwerking zal ontstaan tussen CARICOM en Centraal-Amerika. Voor Suriname willen we daar voordelen van uithalen, voor betreft export van onze producten. In termen van Zuid-Amerika, dan praat je over bilaterale relaties met een aantal belangrijke landen. Wij focussen, u vraagt naar 4-5 landen die onze focus zullen zijn. Uiteraard Brazilië. We zijn al bezig met Colombia de relaties aan te halen. Omdat er toch al veel beweging is, met name medisch, tussen Colombia en Suriname. Wanneer de situatie in Venezuela een beetje gestabiliseerd is, zullen we dat weer aanhalen. Maar ze hebben duidelijk een probleem intern. We hebben ook de intentie om met Chile en Peru verder de relaties aan te halen. Het zijn voorbeelden waar economische ontwikkeling is gestimuleerd en daar positieve resultaten zijn geweest. Maar ook omdat we willen kijken naar exportmarkten. En mogelijk ook met Argentinië, maar dat moet even goed bekeken worden, want Argentinië heeft ook zijn eigen economische problemen. Okay. Terugkijkend even naar die regio en in dit verband, heb ik althans gemerkt dat de Trinidadianen al jaren uitgeblust zijn wat hun exporten naar CARICOM gaat. Ze hebben die markt daar in feite, die regio vanwege hun dynamiek in hun lokale industrie wat ze exporteren. En de afgelopen jaren heb ik gezien dat ze veel exporteren en concentreren naar Centraal-Amerika, want ze zijn uitgeblust op de CARICOM. Maar die elastiek heeft een rek, uiteindelijk. Maar wij zijn in principe nog niet echt begonnen met exporten. En onze voornaamste export is voornamelijk naar Nederland. Hoe moeilijk gaat het zijn voor ons om een gebied te betreden die onbekend voor ons is, althans voor onze exporteurs. Onze exporteurs zijn traditioneel Nederland, omdat we Nederlands praten, we hebben families daar en we hebben wat connecties daar. Maar ze vinden vaak genoeg moeilijk ingangen in deze regio, vanwege hun onbekendheid met de regio. Ja. Nou, dus we willen werken op twee manieren. We weten dat Panama een heel centrale rol speelt in Centraal-Amerika. Dus we willen met Panama beginnen met het benoemen van honorair consuls. In elk Centraal-Amerikaans land zullen we honorair consul hebben van Suriname. We weten dat we op dit moment tekort aan middelen hebben, dus het opzetten van ambassades en consulaten kan niet, maar we kunnen werken met wat we hebben. Dus we gaan op die manier beginnen. Maar er is, denk ik, ruimschoots de mogelijkheid om met name de relatie tussen het bedrijfsleven in die landen. Ik heb nog enorm goede contacten in Centraal-Amerika. En ik ga die gebruiken, inzetten met de collectieve werkgeversorganisaties in verschillende landen, in El Salvador, in Guatemala, zullen we dus de relaties aan met Suriname versterken. Uiteindelijk gaat het om 1 of 2 producten. Rijst is een belangrijk exportproduct en er is potentie. Maar inderdaad, u heeft gelijk,
je moet een beleid erop zetten. En dat is onderdeel, maar dat is het onderdeel waar we vandaag niet over praten, over export Suriname. Ja, dus dat komen we een andere keer over wanneer we over die andere tak gaan praten. Ja. Van uw departement. Dan gewoon een beetje dieper. Maar waar kijkt u naar Chili naar? Want u hebt Chili genoemd. Waarom Chili? Chili ligt helemaal onderaan in die kaart. Ja, Chili is belangrijk voor ons omdat het economisch model wat Chili heeft gehanteerd is enorm bekend wereldwijd. Ja. Ze zijn hersteld. We kunnen daar veel van leren. Maar daarnaast is Chili ook een markt. En een van de zaken waar we met Chili mee samen willen werken is beter begrijpen en van hun kennis en ervaring gebruik maken voor bedrijf hoe je een export unit opzet. Want export Chili, zij waren in staat om bijvoorbeeld advocaat als markt open te breken wereldwijd met hun Chileense advocaten. Maar ook hun wijn en al dat soort dingen. Dus nou zijn dat niet misschien de meest voor de hand liggende producten hier, maar het gaat om het systeem. Dus export Chili is een voorbeeld hoe je het wel moet doen om die markt te verbreden voor je eigen exportproducten. Ja. Minister Ramdien, we weten dat we niet zozeer vandaag praten over het economisch gedeelte, maar we rollen toch een klein beetje erin. We gaan niet te dieper in, maar we hebben wel gezien dat de Guyanese, wat hun rijstexport aangaat, wel in staat zijn geweest. Eens ze produceren relatief 10 keren meer dan ons. Dat hebben we gezien door de jaren heen. Maar we hebben ook wel gezien dat de Guyanese wel in staat zijn geweest andere bronnen van exporten aan te boren. Toen ze voornamelijk in min of meer in een kleine conflict kwamen met Venezuela. Want Venezuela nam hun rijst. En voordat je dacht, hadden ze een andere markt gevonden. Ik wil inderdaad niet te diep ingaan op de situatie van de rijstsector. Maar ik denk dat een aantal dingen gedaan moet worden, met name binnenlands hier. Wij moeten veel commerciëler zijn in dat opzicht. Guyana is erg commercieel geweest. Hun rijstsector is enorm commercieel. Ook minder overheidsbemoeienis in het geheel. Dus ik denk dat de rijstsector voor zichzelf moet nagaan of ze op die traditionele markt willen focussen of als ze nieuwe bronnen willen hebben. Bijvoorbeeld met Ecuador zijn er potenties om rijst te exporteren. Ook met Panama. Maar Guyana is ons voor geweest. En dit zijn zaken waarvan ik gehoord heb toen ik zelfs nog bij de OAS zat. Er is enorm veel behoefte aan rijst, maar ook andere producten. Maar wij moeten wel commerciëler worden in onze aanpak. Ik denk dat de Guyanese daar ietsje beter in zijn geweest dan wij. Is het ook niet zo dat de Guyanese, misschien omdat ik een klein beetje jaloers hoog waarschijnlijk ben, dat ze toch een heel groter netwerk hebben? Want over het algemeen zitten er pakweg 750.000 tot 1 miljoen Guyanese buiten Guyana. En ze zitten in meerdere landen. Wij zijn meer geconcentreerd in Nederland. Daar zitten wij. Onze netwerken zijn heel groot daar. Maar zij zitten in Canada, ze zitten in New York, ze zitten in Engeland. Ze zijn verspreid over die Caribische regio. Gaat het om de netwerken? Dat zal zeker meegespeeld hebben. Maar uiteindelijk gaat het erom, als je commercieel bent, maakt het niet uit wie aan de andere kant zit. Gaat het erom dat je inderdaad commercieel markten openbreekt en daarin investeert en dan je product brengt. Brazilië, ons buurland, hebben traditioneel een heel goede ervaring met Brazilië, maar we zitten ook met een heleboel door de jaren in garimpeiros in ons land. Maar hoe kijkt u naar de relatie met Brazilië? Blijft het op die traditionele wijze? Nou, Brazilië is een bijzondere relatie. Het is een buurland, het is een groot buurland. Het speelt hoe dan ook met alle beperkingen die er nu zijn toch nog een leidende rol in Zuid-Amerika. Is ook op het westelijk halfrond erg invloedrijk. Dus het is bijzonder belangrijk dat wij een goede verhouding hebben politiek met Brazilië. Maar in de gesprekken die ik heb gehad tot 2 keer toe met 2 verschillende ministers van Buitenlandse Zaken van Brazilië tot een paar weken geleden, gaan we wel een shift hebben. Tot nu toe is de relatie met Brazilië altijd geweest op een stuk van technische samenwerking. Wij krijgen van Brazilië, vanuit een instituut wat heet ABC, de meeste ondersteuning wereldwijd. Suriname is het land dat het meest profiteert. En dat is goed, want het gaat om hele technische zaken. Op het stuk van volksgezondheid, landbouw. Maar we hebben afgesproken dat we op het stuk van de politieke consultaties, op het stuk van de economische samenwerking, met name de commerciële samenwerking, veel intensiever willen gaan werken. En er is een derde aspect waar ik straks op terugkom. Maar die politieke consultaties zijn voor ons belangrijk, omdat wij ook die ambitie hebben
om een rol te spelen in Zuid-Amerika. En we moeten partneren met Brazilië, omdat hoe dan ook Brazilië's stem belangrijk is. Dus de bedoeling is dat wanneer het bezoek van president Bolsonaro aan Suriname plaatsvindt, en ik hoop dat vanwege COVID-19 is het uitgesteld, hij zou er zijn vorig jaar bij 45 jaar onafhankelijkheid van Suriname, dat het nog voor eind van het jaar gebeurt. En dan zal er een summit komen van de drie presidenten, van Guyana, Suriname en Brazilië. En hier ziet u weer de leidende rol die president Santokki kan spelen, omdat hij het initiatief zal nemen. Naast een bilaterale ontmoeting zal er ook een summit zijn, dus we gaan ook de Guyanese president erbij betrekken. Maar politiek, veel meer consultaties, veel meer discussies over hoe we gezamenlijk kunnen optrekken. Economisch, veel meer verbintenis tussen het bedrijfsleven van Suriname en het bedrijfsleven van Brazilië. Het derde punt is een heel strategisch concept waaraan wordt gewerkt nu. Laat ik dit ervan zeggen, dat wanneer we olie en gas hebben in 4-5 jaar hier, en Guyana is dan al bezig, Brazilië heeft ook olie, we zitten ook met Venezuela en Colombia en Frans-Guyana, dat het Amazone gedeelte subregionaal een powerhouse gaat worden. Een belangrijke, invloedrijke gebied in de wereld. We kunnen niet concurreren met elkaar, want dan gaan we minder voordelen van hebben. Dus wat we willen bewerkstelligen is een strategische samenwerking naar een lange termijn toe. Dan praat ik over 20, 30 jaar. Maar deze conceptie gaat besproken worden op het hoogste politieke niveau van de drie presidenten. Minister Albert Ramdien, daar praten we mee vandaag in de Rachid Pierkans Kelaardurkel. Minister Ramdien, hoe kijkt u er tegenaan en moet het ook misschien zo blijven? Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, die hebben er geen kernwapens ten opzichte van andere regio's die dat wel hebben. Ook onder andere Afrika heeft geen kernwapens, maar we kijken naar onze regio, moet dat vrij blijven? Absoluut. Er is een langdurig perspectief binnen de Organisatie van Amerikaanse Staten, dat deze zone een vreedzame zone moet blijven. Vrij van conflict, vrij van openlijk conflict. Daarom is er hard gewerkt om de conflicten tussen de landen, die mogelijke conflicten die er zouden kunnen bestaan tussen landen, om dat op te lossen. We hebben ook geen interesse, en dat moet ook niet gebeuren, van etnische conflicten, want dat is ook een gevaar voor een stukje vrede en stabiliteit. Wat wij beseffen, en wij moeten dat inderdaad koesteren, is dat wij op dit moment de meest vreedzame zone zijn in de wereld. Dat kan alleen maar zorgen voor een stukje stabiliteit, maar dan wel met een stukje democratie, rechtsstaat, mensenrechten. En dat is het platform wat je nodig hebt om economische groei en duurzame economische welvaart te creëren. U haalde daar net aan, vredige zone in deze regio ten opzichte van andere gebieden, als we dat vergelijken, dat is correct. En iemand zei me ook een paar jaar geleden, Suriname is een safe haven, waarom maken wij geen gebruik, of misschien, want u bent er pas, misschien gaan we er meer gebruik van maken om Suriname te promoten als een veilige haven, want er zijn een heleboel mensen in gevaarlijke zones, mensen die kapitaal hebben, investering hebben, die is natuurlijk ook een veilige haven. Ja. En wij zijn een veilige haven. Absoluut. En misschien is het niet goed overgekomen toen ik sprak over dat ons buitenlands beleid is gebaseerd op de Surinaamse, op het Surinaamse belang, maar ook op de Surinaamse realiteit. Dan heeft die Surinaamse realiteit een aantal aspecten die ik niet zie als elementen van onze samenleving alleen, maar als een exportproduct. We zijn vreedzaam, we zijn tolerant, we hebben mooie natuur. We hebben veel natuur. We zijn leidinggevend in termen van onze bescherming van onze bos, zo goed als mogelijk. Dat zijn exportproducten. Dat zijn geen, ik zie ze als producten. Onze culturele diversiteit. Onze vreedzame, tolerante manier van samenleven. We zijn een kleine samenleving, maar het is enorm complex ook wel. Dus absoluut, die dingen worden meegenomen. Dat valt eigenlijk onder internationale samenwerking, waar we nog een keertje over praten. Oké. Hebt u al een opvatting? Brazilië probeert al lang lid te worden van de Veiligheidsraad, permanente seat in de Veiligheidsraad, maar tegelijkertijd India ook. Tegelijkertijd, het zijn dan ook overigens twee landen waarmee we goede samenwerkingen hebben. De vorige regering, kan ik me herinneren, heeft hoogwaarschijnlijk vanwege een fout, ik
weet niet of dat fout is, aan beide landen toezegging gedaan. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou kijk u, de hele discussie over de Veiligheidsraad gaat is al decennia lang gaande. Wat we wel weten is dat vandaag aan de dag de situatie in de wereld politiek, economisch, militair er anders uitziet dan in 1945 of in 1950 na de Tweede Wereldoorlog. Dus er is absoluut een noodzaak om naar een stukje heroverweging te gaan. Het kan niet zo zijn dat 5 landen in de wereld een vetorecht hebben om over ontwikkelingen elders in de wereld te praten. We moeten weer een balans creëren in die wereld waarbij zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden een stem hebben. Uiteindelijk zijn we van elkaar afhankelijk. Er zijn echt fundamentele nieuwe ontwikkelingen. Ook de kapitaalstromen lopen anders nu. Het is niet zozeer Europa en Amerika meer, maar Zuidoost-Azië. Dus je gaat Zuidoost-Azië ook moeten accommoderen in dat hele wereldsysteem. Dus die discussie moet verder gaan. De ambities van India en Brazilië zijn bekend. Wij zijn natuurlijk niet een voorname speler. Als klein land weet je dat je ook je ruimte hebt. Maar elke stem gaat tellen. En wij zijn in discussie zowel in de Verenigde Naties als met de landen individueel om te kijken op welke wijze we die balans kunnen creëren voor een nieuwe veiligheidsraad dat beantwoordt aan de huidige politiek interstatelijke relaties tussen landen. Met minister Albert Ramdien praten wij vandaag in Rashid Pirkans Kalajorkal. Hij is de minister van BISES, dat staat voor Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Vandaag praten wij expliciet over het deel van buitenlands beleid. Af en toe komt het economisch gedeelte even erbij. Maar een andere keer gaan wij specifiek praten over international business en internationale samenwerking in een aparte uitzending. Minister Ramdien, de Verenigde Staten, de Big Brother die om de hoek is. We hebben gemerkt dat direct na het aantreden van president Santokki de minister van Buitenlandse Zaken naar Suriname is gekomen. We hebben gezien dat de top legerofficieren van Amerika hier zijn gekomen op bezoek bij het ministerie van Defensie. Vanwaar plotseling die nieuwe kijk naar Amerika toe en naar Amerika naar Suriname toe? Nou, u weet, we hebben aan het begin onmiddellijk gezegd dat we een inhaalslag zouden plegen voor wat betreft onze internationale relaties. De relatie met Nederland is hersteld. Dat is een duidelijke afspraak en een belofte van de president. De relatie met de Verenigde Staten is hersteld. Het waren relaties die ons slecht deden in termen van hoe het in de afgelopen 10 jaar is geweest. Wij kunnen niet anders dan goede relaties hebben met traditionele partners, met historische partners. De Verenigde Staten is daar onderdeel van. Met de Verenigde Staten, en u zei het al in het begin, het is in onze omgeving. Je hebt bijna geen keus, zoals ik eerder zei, met een Brazilië, een goede relatie op te bouwen. Maar hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten. Dat is één aspect. Tweede aspect is, in termen van veiligheid, u noemde al de samenwerking op het stuk van veiligheid, met de aanwezigheid van Southcom in Miami, bijvoorbeeld. Wij moeten rekening houden dat we met illegale drugshandel nog steeds te maken hebben, met transnationale georganiseerde criminaliteit. Er zijn andere veiligheidsvraagstukken. Je hebt daarbij steun nodig. Je hebt expertise nodig. Je hebt middelen nodig. Je moet werken met je buurlanden, maar ook met andere partijen. Een ander belangrijk aspect in de relatie met de Verenigde Staten is nadrukkelijk dat het voornamelijk oliemaatschappijen zijn die in de Verenigde Staten zijn gelokaliseerd. Al zijn ze internationaal, maar hun vestigingen zijn vaak in Houston of in Texas en die opereren hier. Dus voor ons is belangrijk dat we ook daarnaar kijken. En het laatste punt is, laten we wel wezen dat een goede relatie, een gebalanceerde relatie met de Verenigde Staten
ook ons voordelen kan bieden. En daar kijken we uiteindelijk ook naar in termen van meer handel, meer business. Hoe moeilijk is het soms om te balanceren tussen de relatie met de Verenigde Staten en dan ook met de relatie met Cuba en eventueel Venezuela? We weten dat in Venezuela het rommelig is de afgelopen jaren. De relatie met Cuba, dat is een relatie waarvan we toch altijd het standpunt nemen dat Amerika die handelsbarrière moet opheffen. Dat is een standaard uitdrukking. Maar toch weten we dat die verhouding Cuba en Venezuela, Amerika, Cuba, Amerika niet goed zit. Hoe moeilijk is het balanceren om te zeggen van hé, met die landen willen we toch, alhoewel misschien low profile, maar willen niet loslaten. En ten opzichte van de relatie met Amerika die er toch ook naar kijkt. Ja, voor zover mogelijk. En ik zeg heel nadrukkelijk, voor zover we mogelijk kunnen maken, trekken wij onze eigen lijn voor de buitenlandse politiek. En omdat het gebaseerd is op waarden en normen, op principes, hebben we een ankerpunt. We kijken daarnaar. Dus wanneer het gaat om Cuba, wij weten dat er vraagstukken zijn in Cuba die opgelost moeten worden. Maar dat is voor het Cubaanse volk. Dat is niet aan ons om te vertellen. Zo vinden we ook dat de embargo die er is ten opzichte van Cuba ook versoepeld kan worden. In feite, binnen de Amerikaanse politiek was er al een discussie daarover. Dus men weet dat het eigenlijk uit de tijd is. Maar dat wil wederom, wij willen ons niet bemoeien met hoe de Amerikanen met hun eigen relaties omgaan. Voor ons is de relatie met Cuba een goede, een bijzondere. En dat gewoon voortzetten. Als anderen daar niet zo plezierig mee of het niet zo plezierig vinden, dan horen we dat wel, maar het heeft verder geen effect, omdat onze relaties gebaseerd zijn op principes. Het andere is de relatie met Venezuela. Kijk, we hebben diplomatieke betrekkingen met Venezuela. Die zijn niet gestopt. Wat we wel weten, en we hebben een beroep gedaan op Venezuela, dat er een probleem is binnenlands in Venezuela. Dat moet opgelost worden. Maar dan zal de Venezolaanse politici dat moeten doen, in de eerste plaats. Als er assistentie verleend kan worden, zijn we bereid mee te denken, mee te helpen in CARICOM-verband. Wij zien nu een opening richting tussen Venezuela en de Verenigde Staten. Het is in het belang van iedereen in deze regio, ook voor de Verenigde Staten, ook voor ons, ook voor CARICOM, ook voor Colombia, dat de situatie in Venezuela wordt opgelost. Ik heb dat ook gezegd in mijn gesprekken met de buitenlandse zakenminister van de Verenigde Staten recentelijk in CARICOM-verband, dat regionale stabiliteit een preconditie is voor economische ontwikkeling. Dus we kunnen die problemen niet hebben, want we worden afgeleid. Dus het is een discussie die je gewoon open moet hebben. En je moet respect hebben voor de meningen van anderen, maar men moet respect ook hebben voor onze opvattingen in termen van waarvoor we staan. Okay. Minister Ramdin, Amerika, die is ons, we zeggen ook tussen aanhalingstekens, de Big Brother. Maar hoe kijkt u aan in de verhouding Amerika, China en Suriname als een klein land, maar toch een vredelievend land op Zuid-Amerika, en de invloeden zowel van China naar Suriname als nu de nieuwe invloeden, ik noem het de nieuwe invloeden van Amerika naar Suriname toe. Hoe balanceert u dat? Kijk u, ons buitenlands beleid, en dit is een ander element, ik zei er zijn meerdere elementen van ons buitenlands beleid, ik heb er een paar genoemd eerder. Een ander element, fundamenteel principe, als een speerpunt in ons buitenlands beleid is, het is gebalanceerd. Het is gebalanceerd omdat wij vinden dat wij als relatief klein land niet de ambitie moeten hebben onderdeel te zijn van conflicten wereldwijd. Ik ben erg realistisch en pragmatisch wat dat betreft. Maar het betekent wel dat we vrienden willen maken op elk continent. Of het nou in Azië is, of het in Afrika is, of het in Europa is, of in de Amerika's. Wij willen vrienden. En daar kan niemand problemen mee hebben. Als de vrienden waarmee wij praten onderling problemen hebben, dan wil ik zeggen dat is op uw bord. Los het zelf op. Wij gaan ons niet laten beïnvloeden door die conflicten. Want dat zijn conflicten die boven onze hoofden omgaan. Ik wil wel meegeven dat zo'n gebalanceerde aanpak alleen maar voordelen voor Suriname kan hebben. De relaties met China
zijn historisch, net als die met Verenigde Staten. De relaties met China zijn gebaseerd op volkenrelaties. We hebben binnenkort 45 jaar viering van de 45-jarige diplomatieke betrekkingen tussen China en Suriname. We gaan daar ook enorm veel aandacht aan besteden. Er zijn Chinese investeringen hier. We hebben zoveel verkeer met China. Dus dat gaan we doen. Maar het betekent nog niet dat we onderdeel gaan worden van een conflict dat op een ander niveau ligt. Dit is Rashid Pirkans Kalaujarkal. We praten met minister Albert Ramdin. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. We gaan straks verder met hem, maar we gaan eerst even eruit voor een break. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot deze aflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans Kalaujarkal. Dit is de aflevering voor zaterdag 15 mei 2021. Mijn naam is Farid Pirkan en ik presenteer u deze uitzending. Vandaag in de Rashid Pirkans Kalaujarkal praten wij met minister Albert Ramdin. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken. Hij is ook internationale business valt onder hem en internationale samenwerking. Vandaag praten wij specifiek over het buitenlands beleid. In een andere uitzending, in een vervolguitzending, gaan we het meer expliciet hebben over de internationale samenwerkingen en ook over internationale business. Maar dat gaan we apart in een uitzending doen, omdat het te verwarrend zou zijn om drie zaken op één hoop te gooien. We willen het toch nog een klein beetje overzichtelijk voor u houden. Waarom we praten ook over het buitenlands beleid, waarom ik zeg we moeten erover praten, omdat de grote wereld, daar moeten we ook naar kijken. Omdat als land heb je de grote wereld nodig, wil je ook zaken bewerkstellig krijgen. Want alleen kan je het niet. Dus vandaar dat het ook goed is dat u kennis neemt van deze uitzending. En u kunt na die uitzending het ook zelf voor uw oriëntatie, kunt u ermee doorgaan fietsen hoe je naar de grote wereld kijkt. Minister Albert Ramdin, Midden-Oosten. Actueel nu. Vooral met het recent conflict dat weer is begonnen tussen de Palestijnen, althans dat deel in de Gazastrook. We hebben ook gezien, de Westbank is ook begonnen gisteren, de onrust in de Westbank, tegen de staat Israël, de Israëlieten. Het is een terugkerende zaak, dat in principe om de 4 jaar krijg je een escalatie om geëigende redenen. Ons land Suriname heeft tijdens het vorige kabinet de staat Palestina erkend tot aan de grenzen van 1967. Die toen waren vastgesteld ook binnen de UN-resoluties dat men terug moest trekken. Hoe kijkt u aan als wij als land naar dit geheel? Het Midden-Oosten is een belangrijk gebied in de wereld, om zoveel redenen. Maar heel specifiek dit conflict dat nu zich uitspeelt tussen Israël en Palestina. Ons beleid is niet gewijzigd. Wij hebben goede betrekkingen met beide landen. We hopen, en we hebben dat ook publiekelijk gezegd, dat het conflict, dat we niet hopen dat het conflict gaat escaleren. Want een conflict moet altijd opgelost worden. We zien dat er internationale belangstelling nu is om ook een bijdrage te leveren in dat opzicht. In feite ging het al in de goede richting een paar maanden geleden toen Israël en Palestina met elkaar spraken en ook zelfs een overeenkomst hebben getekend. Dus het ging al in de goede richting. Het is jammer dat we conflict situaties hebben tussen zeg maar, gemeenschappen die naast elkaar liggen, laat ik dat heel neutraal zeggen. Dus onze visie is dat we ervoor moeten zorgen als landen om conflicten zo min mogelijk te laten escaleren in fysieke vormen. De bombardementen die er nu zijn, het verlies aan mensenleven en ook de schade die wordt aangericht. Elke oorlog of elk conflict blijft bij en het neemt weer tijd om weer tot een goed gespreksmoment te komen. Ik denk dat beide landen dat moeten beseffen. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat beseffen. Maar onze opvatting is, laten we proberen op een vreedzame manier, via dialoog, via diplomatieke exercities, om conflicten te beslechten.
En wederom, als het niet lukt omdat de beide partijen niet met elkaar kunnen of willen praten op dit moment, dan moeten anderen wel die bijdrage leveren. En zoals ik zei, ik heb begrepen dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken daarin een rol wil spelen. Als anderen dat ook willen doen, maar het moet eindelijk als doel hebben om weer vrede en een stukje stabiliteit te creëren. Okay, minister Ramdin, het Midden-Oosten is ver van ons, als we kijken naar de ligging van ons. Maar wij zijn ook lid van de Organization of Islamic Conference, de regering onder Santokki. En u als minister van Buitenlandse Zaken, wij kijken toch een klein beetje verder dan onze eigen regio. En de ogen zijn ook gericht onder andere op de Emirates, de regio daar. We kijken naar Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, die Seven Emirates. En dan ook nog verder, een stukje verder naar Oman en naar Qatar en eventueel door naar de Saudi's. Hoe kijkt u daar tegenaan, tegen die hele regio daar? Wij hebben een beleid waarbij we ook dus dit is meer op subregionaal niveau. Het Midden-Oosten is een focuspunt voor ons. Er is veel belangstelling voor Suriname vanuit het Midden-Oosten in termen van investeringen. Wij hebben ook belangstelling om naar het Midden-Oosten te kijken, ook omdat het een potentiële exportmarkt is, zeker voor water en een aantal andere producten, agrarische producten. We hebben inmiddels bepaalde relaties, zijn we aangegaan met een Qatar, met Dubai in termen van vliegverbindingen. We gaan daar vervolg aan geven, dat zijn dingen die hebben we overgenomen. Het is uitermate duidelijk dat wat betreft de connecties in de wereld ook het Midden-Oosten een belangrijke rol speelt naar het oosten toe, vanuit het westen. Zoals ik al eerder zei, we gaan proberen gebalanceerd met verschillende regio's een goede relatie op te bouwen. Natuurlijk, er is ook veel ervaring in het Midden-Oosten met olie en gas. En ook die ervaring kunnen we meenemen. Er zijn goede contacten met Saudi-Arabië. En we hebben recentelijk, en dat ligt een beetje verder natuurlijk, is met Marokko de relaties aangehaald. En vanuit Marokko zullen we ook proberen ook het Midden-Oosten verder te bestrijken. Dus er is een gericht beleid om het maximale uit deze relaties te halen. Laat me dit ook zeggen dat binnenkort in november zal in Dubai Expo 2021, de World Expo, worden gehouden. Daaraan doen we mee. We hebben nu een team in Dubai die bezig is de inrichting te doen. We hebben een mooie locatie in het paviljoen gekregen. Dat is ook op basis van de relatie die we hebben. Dus via Dubai Expo weet ik zeker dat dat een spin-off zal hebben op onze relaties met de hele regio, met de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Als ik toch wel kijk naar ons buurland Guyana, althans ik, ben ik toch wel een klein beetje jaloers in de zin van dat ze toch wel een beetje sneller zijn dan ons, want ze hebben goede verstandhouding met de Qataris nu. Met Qatar. Qatar heeft zelf gezegd dat ze Guyana als een hub willen maken, wat hun airlines aangaat. Gaan we ook naar streven om toch wel een klein beetje beter te doen? Nou kijk, ik wil niet zeggen dat het een race is, maar Guyana heeft al een stukje olie-exploitatie. Dus okay, die zijn een paar jaren voor ons. Ze zijn een paar jaren voor. Er is automatisch meer interesse voor het gebied. Maar als we toch willen praten over een race, dan moet ik zeggen dat we ook harder kunnen lopen. Dus misschien halen we nog in. Onze visie is dat we heel gefocust onze relaties gaan opbouwen. Er is niet echt een concurrentie hier tussen de landen. Er is genoeg te doen. En er is reeds veel interesse vanuit Dubai richting Suriname, vanuit Qatar richting Suriname. Wanneer COVID-19 het toestaat, zullen we ook, en op een gegeven moment zal de president daar zeker onderdeel van zijn, een tour maken in het Midden-Oosten. Omdat, terwijl het Midden-Oosten misschien niet een grote markt is, maar de behoeften zijn enorm groot. Dus, en het beschikbare kapitaal dat daar is voor potentiële investeringen die wij moeten plegen, is ook aanwezig. Dus het gaat om een goede matchmaking. Wij gaan daar vanaf november heel sterk op werken. Zeker in het verband en in het kader van Expo 2021 in Dubai.
Dit is Rashid Pierkans, Kal Ajar Kal. We praten met minister Albert Ramdien. Minister Ramdien, laten we nou naar het Afrikaans continent kijken. Heel groot continent. En dan wil ik kijken naar de inzichten van de regering wat West-Afrika gaat, aangaat Noord-Afrika en dan voornamelijk ook Zuid-Afrika op zichzelf, die een leading role heeft onder andere op het hele continent daar. Absoluut. Laten we beginnen met Zuid-Afrika. Wij gaan binnenkort onze relaties met Zuid-Afrika versterken. Versterken in die zin dat we het overlegmomenten gaan inbouwen. Nogmaals, vanwege COVID-19, er zijn bepaalde momenten in het jaar waar je collega's kan ontmoeten. Dat is niet meer mogelijk op dit moment, dus wij moeten gewoon bilateraal relaties oppakken. Met Zuid-Afrika zeker, vanwege de economische betekenis die ze hebben in het hele Afrikaanse continent. Wij kijken weer naar politieke consultaties, maar meer nog in het geval van Afrika naar business. Het is het continent waar we het minst mee gedaan hebben in onze buitenlandse betrekkingen, eigenlijk. Los van Antarctica en Australië, maar van de vier belangrijke continenten. En er is een enorme potentie. We hebben nu twee ambassades. Eentje in Marokko die binnenkort geopend zal worden. Dat zal Noordelijk Afrika bestrijken. Dus van daaruit als een basis gebruiken om Noordelijk Afrika te bestrijken in termen van potentie. Maar wanneer het gaat om West-Afrika en Zuid-Afrika, zuidelijk deel van Afrika, dan zullen we dat doen vanuit onze ambassade in Accra, in Ghana. En we hebben daar een missie. Het is nog in mijn ogen te veel een inactieve missie. Ik heb recentelijk een gesprek gehad met collega Botchwey van de minister van Buitenlandse Zaken van Ghana. En we hebben duidelijk afgesproken. Zij zal hier naartoe komen voor hopelijk eind van het jaar. Wij zijn bezig een agenda op te stellen in de relatie met Ghana. Ghana heeft ook ervaring met olie-exploratie, exploitatie. Er zijn ook andere relaties die aangegaan kunnen worden. Een versterking van de culturele betrekkingen. Er is een duidelijke historische band tussen Ghana en Suriname. Dat zal onze ingang zijn. Wederom, diplomatie werkt langzaam. Ik wil niet zeggen traag, maar het neemt tijd. Maar zeker Afrika is een belangrijk focuspunt voor deze regering in deze periode. Kal Ajar Kal, minister, hoeveel bezuinigt u doordat vanwege COVID? Hoe moet ik het zacht uitdrukken? Dat mensen niet naar het buitenland kunnen. Het is een realiteit dat er goed bezuinigd kan worden, zeker voor wat betreft het reizen. Wij hebben in de laatste begroting, dus de aangepaste begroting 2021, een bezuiniging kunnen doorvoeren van 20%. Om en bij 20%. Ik denk als we een beetje scherper letten, kan het zelfs meer worden. Het ministerie is op zichzelf een heel klein ministerie. Het is waarschijnlijk een van de kleinste ministeries met 340 mensen die daar werken. Inclusief de buitenlandse dienst. Maar de productiviteit is hoog. En daar moet je het van hebben. Het zijn gekwalificeerde personen die natuurlijk een stukje opleiding nog moeten hebben. Maar we hebben goede mensen daar. Ik ben daar ook trots op. Iedereen wordt ingezet. Niemand is bij mij weggestuurd. Iedereen die thuis was, wordt weer naar binnen gehaald. Ze moeten werken en hun bijdrage leveren. Maar ik denk dat met de ervaringen die we nu hebben gehad met COVID-19 en dus de nieuwe communicatiemiddelen, voor een belangrijk deel via virtuele mogelijkheden vergaderingen gehouden kunnen worden. Wat we wel gemerkt hebben, is dat je niet daar oneindig door mee kan gaan. Op een gegeven moment is het persoonlijk contact ook belangrijk. Minder, ja. Dus wij gaan een balans moeten vinden tussen wat virtueel gedaan kan worden, maar op een gegeven moment moet je wel face-to-face gaan. En dat merk ik heel duidelijk ook in de gesprekken met collega's. Vandaar ook dat het recente bezoek aan de Verenigde Staten met de drie ministers noodzakelijk was, omdat we zo vaak hadden gesproken. Maar ja, het persoonlijk contact. Ja, maar wanneer je tegenover iemand anders leeflijk zit, is toch anders. Het is een totaal andere dynamiek. Ja. En dat gaat niet weggaan. Dus we gaan terug gaan moeten gaan. We moeten efficiënt blijven opereren. Verspilling is geen optie
voor deze regering. De minister van Financiën is daar duidelijk over. Maar we hebben nu geleerd dat er ook andere mogelijkheden zijn. Mm-hmm. Dat je niet voor alles naar het buitenland hoeft. Er is Kalajer Kalif, je hebt recent ook bekendgemaakt en medegedeeld dat een aantal mensen die op de buitenlandse posten zijn, teruggeroepen zullen worden. Hoe loopt dat traject? We hebben vorige week de instructie gegeven dat aan ieder, alle chef de postes, worden teruggeroepen per 1 juli. Uiteraard is er een proces van het herbemensen, maar dat is een proces dat zowel politiek als diplomatiek geregeld moet worden. We gaan niet wachten tot dat rond is. We gaan alvast de mensen terugbrengen. En dat geldt voor elke missie. Een aantal zijn al terug. Venezuela is al terug. Brazilië is al aangezegd. Nederland hebben we al geregeld. We hebben dus de andere missies aangeschreven. We zullen dus aan dat proces werken. Tegelijkertijd wordt door de regering stopgewerkt aan de invulling van de nieuwe posten. Misschien een goede gelegenheid voor mij om dit te zeggen, meneer Pierkan, is dat ik weet dat in het buitenland men denkt dat, of tenminste in Suriname denkt dat het buitenlandse beleid een kostenpost is. Het kost veel geld, we hebben buitenlandse missies en we zetten daar mensen, ze worden betaald, in US dollars enzovoorts. Dat is waar. Maar we moeten de buitenlandse politiek niet zien als een kostenpost, maar als een investering. Een politieke investering, maar ook een commerciële investering. Want het kan veel geld opleveren. Ik noemde net Marokko, waar we een samenwerking hebben opgezet. Wat, als je alles bij elkaar telt, ook de beurzen en allerlei andere voorzieningen die zij worden aangeboden, maar ook kapitaal, dan praat je over bijna 2,5 tot 3 miljoen US dollar. Nou, dat is een uitkomst van een relatie dat zoveel meer kan betekenen. Want als er commerciële betrekkingen aangeknoopt worden met Marokko, dan gaat dat nog meer opleveren. Maar wat kost zo'n missie in zo'n land? 600.000 US. Als je 3 miljoen kan binnenbrengen, is dat vijf keer meer dan de kosten. Dus je investering is een goede. Zo moeten we die relaties ook zien met de buitenposten. En als we, theoretisch gesproken, we hebben nu maar 18 missies in het buitenland. Stel dat we 50 hebben en je krijgt elke gemiddeld een 3-4 miljoen, dan is dat 150 tot 200 miljoen. En wat kost het? Kost je misschien 30, 40 miljoen. Ja, wat gaat uw verwachtingen zijn van mensen die mogelijk geplaatst zullen worden, al dan niet in kortere of middellang termijn? Want international business valt ook onder u. Wat gaat u verwachten van die mensen dat ze moeten gaan presteren dan het traditionele diplomatie? Dan die traditionele. Ze gaan beide moeten doen. In ieder geval zal er gepresteerd moeten worden. Anders komen ze terug. Simpel. Hmm. Zoals ik eerder zei, er moet geld binnengebracht worden. Dat klinkt heel goedkoop misschien, maar zo werkt het. We gaan op elke missie, op de meeste missies, commerciële attachés plaatsen. Die als opdracht hebben om investeerders aan te trekken, het Surinaamse product te promoten in het buitenland. Onze diplomaten gaan een meer commerciële inslag moeten hebben. Dus zij zullen echt resultaatgericht moeten werken om te bewijzen dat ze nuttig zijn op die functie. En ze worden gemeten ook. Dus dat zal ook allemaal onderdeel zijn van hun werk. Natuurlijk is er een politiek deel. En het politieke deel is belangrijk op bepaalde locaties, zoals in Nederland, zoals in Washington, maar ook bij de Verenigde Naties. Die ga je anders meten. Maar dat is dan politiek kapitaal. En dat is ook belangrijk, omdat je veel winst kan halen uit goede politieke relaties die je kan aanknopen met landen. Ja. Minister Albert Ramdien, wat is onze rol bij de permanente vertegenwoordiger bij de UN? Welke rol vervullen wij daar? We hebben ook een missie daar. Ik ben niet erg tevreden over de rol die zij op dit moment spelen. Het is eigenlijk een beetje op een laag pitje. Wij doen mee in de vergaderingen, we doen mee in sommige commissies. Ik denk dat het actiever kan. Mijn focus zal zijn, nadrukkelijk voor bedrijf de Verenigde Naties, maar ook in Brussel, maar ook in Washington DC, op internationale samenwerking. Er zijn verschillende instituten waar je geld kunt krijgen.
met projecten die gefinancierd kunnen worden. Ik zal binnenkort praten met de UNDP-vertegenwoordiger voor de regio, voor Suriname. En een van de dingen die ik al met hem besproken heb is, we willen meer uit de UNDP halen. Er is veel geld te halen. En nogmaals, het is een politieke basis, de Verenigde Naties, in de eerste plaats. Maar ik ben ervan overtuigd dat de missie zichzelf kan terugbetalen als we hier 5 of 6 miljoen aan projectfinanciering binnenkrijgen. De UN, daar zit die hele wereld zit daar zo, maar ook die hele business community zit in principe ook daar. Hetzelfde geldt min of meer ook voor Brussel. Daar zit de EU, headquarters is in Brussel. U wilt meer gaan halen dan dat we voorheen hebben gedaan. Absoluut. Want daar zitten het is Brussel en het is New York. Ja, met Brussel, we moeten veel meer halen uit de bilaterale samenwerking met België. We moeten veel meer halen uit de samenwerking met de EU. En er zijn middelen, de Europese investeringsfonds. Ja. We zijn, ik wil niet zeggen dat we te lui zijn geweest, maar we zijn niet actief genoeg geweest. Ja, u zei ook dat u uitkijkt naar mogelijk een samenwerking met Guyana om te kijken om een office op te zetten in Genève. Ja, we hebben dus wat afspraken in CARICOM-verband. Mm-hmm. Bijvoorbeeld om de kosten te dekken, mm-hmm. en zeker Genève is een dure post. Probeer je de kosten te dekken of te minimaliseren door gezamenlijke missies te hebben. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld in Ghana een samenwerking met Barbados, waarbij we gezamenlijk een kantoor, mm-hmm. hebben. Uiteraard hebben we onze eigen soevereine, mm-hmm. vertegenwoordiging. Maar we willen hetzelfde ook proberen in de WTO, Wereldhandelsorganisatie. Mm-hmm. Maar in Genève zitten er heel wat, mm-hmm. Verenigde Naties organisaties, ja. waar we nog te weinig mee doen. UNIDO, UNCTAD, allemaal, mm-hmm. zitten daar en we doen er nog te weinig mee. Dus we moeten actief beleid weer gaan voeren. Kijk, de buitenlandse politiek was een beetje heel smal. Het richtte zich op, het was bijna individueel geworden. We moeten de buitenlandse politiek zien als het land dienen. Niet individuen of een bepaalde categorie van beleidsmakers. Ja. Dames en heren luisteraars, dit is Rachid Pierkans, Kal Ajor Kal. Vandaag praten wij met minister Albert Ramdien. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking. Vandaag praten we expliciet over het deel van buitenlandse zaken, het buitenlands beleid. In een andere uitzending gaan we de minister wederom uitnodigen. Dan gaan we specifiek praten over international business en internationale samenwerking. De reden waarom ik die 3-in-1 doe, omdat het hoogwaarschijnlijk nogal onoverzichtelijk zou overkomen. Waarom het ook belangrijk voor u is om kennis te nemen van dat geheel wat in de wereld gebeurt, zodat u weet dat wij als land niet zelf kunnen opereren. We hebben die grote wereld nodig en het is dan ook kijken hoe je die grote wereld benadert. En daarom praten we met de minister die dat doet namens president Santokki om de wereld in te gaan. En dat is de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdien. Minister, we gaan naar Azië, het Azië, Zuidoost-Azië gedeelte. We zien ook een deel van India valt er min of meer ook onder, een deel van China ook onder. Maar we zien ook voornamelijk in een deel van de South China Sea, ik weet dat het niet de Surinaamse aangelegenheid is, maar we nemen er wel kennis van, dat we zien dat er toch wat spanningen daar oplopen. Voornamelijk tegen de landen als Filipijnen, Vietnam en Maleisië, Myanmar. Omdat ze allemaal onder andere die wateren claimen. En China claimt 70% van die wateren. We zien de grote bemoeienis uiteraard van Amerika ook in die regio. We zien verschuivingen van troepen naar die regio. Hoe angstig moeten we daarnaar kijken en wat is uw visie erover? Nou, u zegt het eigenlijk al, het is, ik wil niet zeggen ver van onze bed, maar het is letterlijk wel ver van onze bed. Wat we moeten doen met dit soort situaties, onszelf blijven informeren. We moeten kennis nemen van de verschillende posities die er zijn. Er is een regel internationaal dat wanneer er een conflict is over territorium, grensconflicten enzovoorts, zelfs politieke conflicten, dat de regio eerst probeert oplossing te zoeken. Dus dit is een verantwoordelijkheid binnen de Zuidoost-Aziatische regio. Als er een probleem in het Caribisch gebied is, gaat de Verenigde Naties zich nog niet ermee bezighouden. Pas wanneer het een veiligheidsvraagstuk wordt voor de hele wereld, dan pas gaan ze zich ermee bezighouden. Bijvoorbeeld de problemen in Venezuela of in Haiti. Dan wil men dat de OAS en CARICOM eerst
probeert een oplossing te zoeken. Zo ook in Zuidoost-Azië. Dus er is een opdracht hier voor de partners in Zuidoost-Azië om naar een oplossing te zoeken. Het is een belangrijk problematiek. Het is al lange tijd op de agenda. Het is ook weer met dit soort historische conflicten. Het komt en het gaat. De landen in de regio moeten een balans in te trekken. Voor ons is het belangrijk dat we wederom gebalanceerd naar Zuidoost-Azië kijken. Voor ons is het belangrijk dat we daar voordeel van trekken. We hebben relaties uiteraard traditioneel met India, met China, met Indonesië. Dat zijn onze traditionele partners vanwege onze bevolkingssamenstelling. Dat gaat niet veranderen, dat blijft. We hebben met China een strategisch partnerschap, ook wat betreft investeringen. Daar gaan we blijven voortborduren. Maar daarnaast moeten we nu gaan naar een verbreding van de relaties met Zuidoost-Azië. En dan denk ik met name aan 5 landen. Singapore, Maleisië, maar ook Zuid-Korea, Thailand en Vietnam. Deze 5 landen gaan onderdeel worden van ons. Dus wij wilden verbreden in Zuidoost-Azië, omdat er heel wat gebeurt daar. Niet alleen dat we veel kunnen leren, maar als we een stukje technische samenwerking op gang kunnen brengen. Als we kunnen leren van hoe patenten ontwikkeld worden in Zuid-Korea, dan kan dat alleen maar economische betekenis voor ons hebben. En dat soort dingen moeten we gaan kijken. Wij moeten ons veel meer richten op wat we vanuit die internationale gemeenschap kunnen brengen naar Suriname en daar voordeel van trekken. We moeten ons niet geïsoleerd opstellen, want dat gaat ons geen voordeel opleveren. Minister Albert Ramdien, u hebt daarnet een land genoemd, Singapore. Veel mensen hier beginnen dat land ook al langzaam maar zeker te kennen, vanwege het feit dat het nog geen 50 jaar geleden een van de armste landen in de wereld is geweest. Armer dan bij wijze van spreken Zimbabwe zelf. Ze hebben zich kunnen verheffen tot een top 10 land in de wereld. Tot een top 10 land, een land dat zelf geen natuurlijke bronnen heeft. Ze hebben alleen maar goede havens, maar ze hebben zichzelf enorm ontwikkeld. Wat kunnen wij van hun gaan leren? Nou, eigenlijk 2 zaken die u heeft natuurlijk helemaal gelijk. Geen natuurlijke hulpbronnen, wel een mooie strategische locatie. Maar 2 zaken zijn belangrijk en dat heeft ze vooruitgebracht. Goed leiderschap, enorm sterk leiderschap en 2 is visie. En met visie bedoel ik niet alleen die ambities die niet erg realistisch zijn. Een land moet ambities hebben. Een land moet aspiraties hebben. En dat geldt ook voor ons. Ik vind dat we te lang... Je moet ook dromen dat je groot kan zijn. Maar het moet realistisch zijn. En ze hebben een realistische droom gehad. Ze hebben gekeken naar hun zwaktes, hun sterke kanten. En ze zijn gaan focussen op die sterke kanten. Dus ook wij moeten kijken naar wat zijn onze mogelijkheden. Op welke wijze kunnen wij leren van hoe zij zichzelf hebben verheven naar een belangrijk land in Zuidoost-Azië, maar nu voor de wereld ook, als financieel centrum bijvoorbeeld. Het vraagt om moed, het vraagt om guts, maar het vraagt echt heel sterk, en ik denk dat we dat nu hebben, goed leiderschap, eerlijk leiderschap, en bewust werken aan die toekomst, en durven dromen en realiseren. Ja. In hoeverre hebt u met deze goede landen die zich enorm goed hebben ontwikkeld, op alle niveaus hebben zich vooral hoe ze uit armoede zijn gekomen. Je hebt een aantal punten genoemd van onder andere goed leiderschap. In hoeverre hebt u contacten met die landen om te zeggen, hey jongens, kunnen we niet op ander niveau doen om te zeggen, kom ons ook een klein beetje leren, kom ons de mensen trainen. Wij zijn bezig met, zeker met Singapore, om op het niveau van buitenlandse zaken niet alleen de betrekkingen aan te halen, maar om te kijken op welke wijze we van hun kunnen leren. Dus met diplomatieke trainingen. Maar hun experience, het experiment noem ik het, dat zij hebben gedemonstreerd in de wereld. Om ook, we hoeven niet te kopiëren, maar we moeten leren hoe ze het gedaan hebben. Maar het zijn dezelfde vraagstukken. Je moet de guts hebben. Je moet de visie hebben. Je moet de goede mensen hebben. En je moet durf hebben om het te doen. En soms zijn die dingen niet aanwezig. Maar wij gaan dus in de komende maanden, het zal waarschijnlijk meer
eerste kwartaal volgend jaar worden dat we ons richten op Zuidoost-Azië. En dan zal ook weer daar de president een rol in spelen met een bezoek in die richting. Uiteraard COVID-19 maakt het allemaal onmogelijk op dit moment. Maar er is echt een planning, zodat we van de wereld leren. En met de president in voortouw, want dat is het gezicht dat je moet uitstralen wereldwijd. Richting India, richting China, richting Indonesië. Maar die 5 andere landen moeten we niet vergeten. Want die gaan juist die extra bijdrage leveren. Dames en heren luisteraars, we praten met minister Albert Ramdien. Vandaag in Rachid Pierkans, Kuil-Azor-Kuil. Minister, laten we naar het Europees continent gaan. En wanneer we kijken naar Europa, wat is uw algemeen beleid naar Europa? En dan kijken we dan ook primair naar Nederland. Onze verbinding met Nederland kennen we al 300 jaar. En ook naar Frankrijk. En naar welke andere landen binnen Europa, zegt u, focust u toch nog behalve deze 2? Inderdaad, Europa is en blijft een belangrijke regio in de wereld. Ze hebben een integratieproces waardoor ze een groot handelsblok zijn op dit moment voor de wereld. Niet zozeer als tegenhanger van de anderen, maar als je kijkt naar de 4 grote handelsgroepen, dan denken we toch aan Amerika, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en Europa. Dus los van de historische verbondenheid, maar ook onze handelsoriëntatie op Europa, is het belangrijk dat we relaties blijven ontwikkelen met Europa. Wederom, het gaat betekenen een verbreding. Nederland is belangrijk voor ons, omdat wij weten dat de wereld, als we naar Suriname kijken, politiek, strategisch, dan kijken ze ook naar wat Nederland denkt over Suriname. Dus we moeten die verhouding met Nederland niet alleen plaatsen in het kader van de bilaterale relaties, maar ook van de internationale context. Ik weet dat wanneer belangrijke zaken spelen, een heleboel landen zeggen, maar hoe denkt Nederland erover? Dus het heeft een meerwaarde. Maar we hebben onze bevolkingsgroepen daar. Onze samenleving is voor een groot deel Surinaams daar. We hebben natuurlijk de handelsbetrekkingen en die gaan we moeten stimuleren. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven. Wij moeten alles doen als land om het land te ontwikkelen met de mogelijkheden die we hebben. Nederland is daar onderdeel van. Of we het leuk vinden of niet leuk vinden is punt 2. We gaan het moeten ontwikkelen. Dus een goede politieke verhouding is belangrijk. Met Frankrijk is een buurland. Dus het is duidelijk dat we met Frankrijk niet alleen zaken die uitstaand zijn met betrekking tot de grenzen, met betrekking tot het grensgebied, het op en neer gaan van de gemeenschappen. Die zien de Marowijnrivier niet als een grens, maar gewoon als een rivier tussenin. Dus we moeten die goede relaties opbouwen. Maar ik zie zelfs ook daar ruimere mogelijkheden vanwege het feit dat Frankrijk bereid is te investeren. Nu is een van de belangrijkste Franse bedrijven reeds hier actief, Total. En dat gaat zijn spin-off hebben. Natuurlijk, andere Fransen gaan hier naartoe komen. We zien al heel wat verkeer met expats, dus de arbeiders die voor Total werken via Cayenne richting Suriname komen of via Amsterdam richting Suriname komen. Dus met deze 2 landen hebben we een vooruitgeschoven positie in ons Europa-beleid. We moeten niet vergeten dat we Brussel als een belangrijke hub hebben. En ik denk dat we onze relaties met Spanje, Italië en Duitsland ook moeten gaan bekijken. In termen van niet zozeer bilaterale politieke verhoudingen, maar meer in termen van de bilaterale commerciële verhoudingen. Laten we toch even teruggaan naar Nederland, want daar hebben we gewoon een historisch band. Pakweg 350.000 Surinamers wonen daar. Het is al de 2e, 3e generatie die daar is in Nederland. Diaspora is een van de speerpunten van president Santokki, diaspora. Wat verwachten wij van die diaspora en wat verwacht de diaspora van ons terug? Kijk, we hebben in Suriname nu het Diaspora Instituut Suriname. In Nederland is inmiddels opgericht het Diaspora Instituut Nederland. Die 2 moeten gaan werken samen om de bijdrage die de diaspora gemeenschap in Nederland kan leveren aan de ontwikkeling hier, om dat te organiseren. Laten we erkennen dat de diaspora over de afgelopen decennia alle bijdrage heeft geleverd op verschillende manieren.
regionaal, familiair, ook in kleine netwerken, scholen, kerken enzovoorts. Dus die bijdrage is geweest. Onze Surinaamse gemeenschap in Nederland, dat moeten we waarderen, hopelijk ook voor uitkomen, dat ze reeds een bijdrage hebben geleverd. Bij ons gaat het nu erom om het goed te structureren, zodat het past ook bij de behoeftes die in Suriname er zijn. Dus dat is de connectie tussen het Diaspora Instituut Suriname en het Diaspora Instituut Nederland. Wat ik verwacht van de diaspora gemeenschap, met name nu, is eigenlijk een drietal dingen. Eén is dat ze een soort van stem worden voor wat Suriname op dit moment nodig heeft. Politiek. En we hebben gezien dat in het geval van bijvoorbeeld die vaccins, waar minister Volksgezondheid naar gevraagd heeft, dat ze daar ondersteuning aan hebben gegeven. Ook de kwestie van het toelaten van personen uit Suriname die vanwege overlijdensgevallen in Nederland bij hun familie willen zijn. Nu is dat gerealiseerd, beide zaken. Dus die stem van de diaspora politiek kan enorm belangrijk zijn voor ons. Ik heb vanmorgen nog met een van de exponenten in Nederland gesproken. En ik zal morgenochtend een Zoom call hebben met een groot deel van de diaspora gemeenschap in Nederland, om ze op de hoogte te stellen. Dus dat is politiek. Tweede is hun kennis en kunde. We moeten niet onderschatten en moeten erkennen dat we niet alle kunde hier hebben, alle kennis hier hebben. Bepaalde skills, bepaalde vaardigheden hebben we niet. In verband met de ontwikkeling van olie en gas gaan we zeker uit die pool in Nederland moeten tappen. De Surinamers kunnen daar een belangrijke rol in vervullen als ze interesse hebben. Maar dat is puur commercieel. En ik denk dat het belangrijk is. Het derde punt is in termen van export, dus commerciële activiteiten. Het is een niche market, maar het is toch nog belangrijk. En dan zijn er de sociale en culturele, maatschappelijke activiteiten die ze kunnen ondersteunen. Al is het klein, groot, maar een bijdrage is altijd welkom. Oké, maar hoe zit het, behalve de diaspora, hoe zit het met de relatie met Nederland zelf, het politiek gedeelte met Nederland? Suriname heeft een verdrag gehad, ontwikkelingssamenwerkingsverdrag. Later werd het raamverdrag. Het verdrag is nu ten einde. De laatste middelen die zouden komen, ik dacht dat het 17, 18 miljoen euro is. En daarmee is het feestje voorbij. Kijkt men weer naar om te zeggen van, hey jongens, hoe kunnen wij verder gaan? Nou, ik denk dat we naar een volwassen relatie moeten met Nederland. Dat betekent niet dat we onze handen gaan ophouden. Dat zal zeker niet gebeuren onder deze regering. Wat we wel willen is dat er een zienswijze is dat we via het bedrijfsleven, via technische bijstand, dat we een bijdrage kunnen leveren. Dat zij een bijdrage kunnen leveren. En in dat opzicht moet ik zeggen dat wanneer president Santokki later in het jaar naar Nederland gaat, wij hopen dat dat nieuwe jasje in de vorm van een nieuwe overeenkomst gegoten kan worden. Dit is Kala Jorkel. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. We praten vandaag met minister Albert Ramdien. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Vandaag praten wij uitsluitend over het buitenlands beleid van de regering onder leiding van president Santokki. En minister Albert Ramdien is de uitvoerder van het buitenlands beleid. In een andere uitzending gaan we hem wederom uitnodigen. Wanneer zijn ruimte en zijn tijd beschikbaar is, dan gaan wij praten over international business en internationale samenwerking. Waarom we deze twee onderwerpen niet doen vandaag? Omdat het hoogwaarschijnlijk te verwarrend zou zijn om over 3-in-1 te gaan praten. En het is toch nog een beetje overzichtelijk om het apart te doen. Wat het buitenlands beleid aangaat, dat hebt u al veel gehoord. Heel veel gehoord. U moet het meenemen voor uw oriëntatie, zodat u een beeld hebt hoe ons land kijkt naar die grote wereld en hoe die grote wereld kijkt naar ons. Omdat we niet alleen zelfstandig opereren hier op deze wereld. Minister Ramdien, consulaire afdeling valt ook onder uw departement. Vanwege COVID zijn de regels anders geworden, of er zijn nieuwe regels bijgekomen, los van het visagedeelte. Mensen die over en weer moeten ergens een toestemming hebben, something down the road. U zei net, begrijp ik, dat wat het overlijden aangaat,
dat het primair al in orde is. Want mensen maakten nog recentelijk opmerkingen dat ze hun geliefden niet konden bezoeken in nood. Kunt u dieper daarop ingaan voor wat het overlijdensgeval aangaat? En wat zijn die nieuwe aanvullende regels die binnen CONSA zijn gevallen, consulaire afdeling, los van het traditioneel visum aanvragen? Nou, eigenlijk is het vrij duidelijk nu. Nederland heeft sinds gisteren nieuwe maatregelen aangekondigd. Die gelden tot 1 juni. En een van de maatregelen is dat personen die voor privéredenen, dus overlijdensgevallen, het kunnen ook geboortes zijn, naar Nederland moeten of bij hun kinderen willen zijn, dat ze dus toestemming kunnen krijgen daartoe. En ik geloof dat het gaat in de eerste en tweede graads relatie. Dus niet iedereen, maar het moet heel dichtbij zijn. Dat is een verbetering op wat de voorziening was voorheen. We hebben vanuit Buitenlandse Zaken op de achtergrond een paar keer diplomatieke demarches ondernomen, verbaal, via ons ambassadeur Kargi daar. En ik heb ook het nodig gevonden op een bepaald moment om een diplomatieke nota formeel aan te bieden, zodat zij op de hoogte zijn van de zorg die er was. Ik ben blij dat het nu is, dat er een uitzondering is. Dat geldt voor een aantal andere categorieën ook. Dus dat is opgelost. Ik hoop niet dat we daar problemen mee krijgen. Voor wat betreft consulaire zaken. Ik ben bezig met een stukje screening van consulaire zaken, omdat er toch wat zorgpunten daar zijn. We gaan de komende week daar serieus naar kijken. En op dit moment is, als iemand naar Nederland wil afreizen, dan is dat niet afhankelijk van ons. Wij geven toestemming. En daarvoor moet een aanvraag worden ingediend voor het mogen afreizen. Maar voor de toelating tot Nederland, daar is Nederland voor verantwoordelijk. Dus dan heb je ook nog je visum nodig en de toestemmingsbriefjes enzovoorts. Voor wat betreft het komen naar Suriname, of het nou voor overlijdensgevallen is of voor bepaalde bijzondere andere doeleinden, dan verschaffen wij ook een toestemming om naar Suriname te mogen komen. En daarvoor gelden normale procedures, een visum of een PSA-kaart hebben, maar ook een negatieve PCR-test kunnen overleggen. De vluchten zijn beperkt, het aantal zitplaatsen is beperkt, dus dat wordt even goed georganiseerd per vlucht. Het is best mogelijk, wij zullen nog vandaag gesprekken hebben in verband met de nieuwe COVID-maatregelen, dat we dat een beetje aanscherpen tot echt eerste, tweede graads bezoeken ook aan Suriname. Maar dat moet nog officieel bekeken worden. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit als een extra taak om die toestemmingsbriefjes te geven. Persoonlijk hoop ik dat we snel naar een situatie gaan waarbij de vluchten weer regulier uitgevoerd kunnen worden zonder dat je toestemming nodig hebt. Want dat creëert extra werk, maar extra verwarring ook bij vele mensen. En nogmaals, ik zal bij consulaire zaken de komende week beginnen met een duidelijke afstemming voor wat betreft allerlei geruchten die je hoort omtrent het betalen en het niet betalen van zaken. Ik wil een oproep doen, als iemand bewijsstukken heeft, AUB, stuurt u naar mij toe. Dit is Kul aan Jorkel. Met minister Albert Ramdien praten wij. Minister Ramdien, de wereld is niet meer hetzelfde als anderhalf jaar geleden. We zien al geruime tijd dat er bewegingen ontstaan in de wereld, voornamelijk ook al Europa en een aantal landen zoals in Qatar en Singapore, dat men komt naar een soort COVID-paspoort. Geleidelijk gaat men naar een soort COVID-paspoort waarbij men gaat zeggen van, je kunt pas afreizen als je kunt overleggen dat je gevaccineerd bent. Denken jullie ook al in die richting, de regering? Nou, kijk u, iedereen die gevaccineerd wordt hier en nadat je 2 vaccinaties hebt gehad, heb je dat briefje waarop staat dat je 2 keer gevaccineerd bent. Dat is het bewijs dat je dus beide shots hebt gehad. Dat is nog geen bewijs om te reizen natuurlijk. Wij moeten beleid ontwikkelen en we kijken ook naar wat internationaal wordt ontwikkeld, maar ook door WHO wordt ontwikkeld in termen van de richtlijnen. Dat als je 2 keer gevaccineerd bent, is dat veilig genoeg?
Zodat je dus met een pasje of in je paspoort of in je vaccinatieboekje een bewijs krijgt dat je 2 keer gevaccineerd bent, dus dat je geen gevaar bent. Dat is allemaal nog niet vastgesteld. Individuele landen zijn bezig dat te organiseren, stellen dat als eis. Wij zijn nog niet zover. Ik denk dat er algemene regels zullen komen, vrij snel, omdat de vaccinatiegraad toeneemt in veel landen. Dus op een gegeven moment moet je wel naar een stukje organisatie van dit gebeuren. Bij ons is het nog niet het geval. Het geldt nog steeds als je naar Suriname wilt komen. Al heb je 2 keer ben je gevaccineerd, of 1 keer met Johnson & Johnson, dan heb je toch nog een negatieve PCR-test nodig. Ja, minister Ramdien, ons luchtruim is voor groot deel gesloten. Kijkt de regering er ook naar om te zeggen van we gaan het nog een klein beetje opengooien? Is afhankelijk van hoe de situatie in de landen is. We hebben 3 niveaus. Landen waar het groen is, dus waar COVID vrij goed onder controle is, op basis van al die parameters, daar kunnen vluchten naartoe worden ondernomen. De eis van een PCR-test blijft, maar de quarantaine wordt dan soepeler wanneer je hier komt uit die landen. Dan heb je geel, waar je praat wel over vluchten ondernemen naar die landen toe, maar dan is er wel een quarantaine van een aantal dagen en mogelijk een test hier te landen. En dan heb je de landen die rood zijn, waar we zeggen van op dit moment niet naartoe vliegen en geen personenverkeer. Het is vrij duidelijk, vrij simpel. Uiteraard hopen we dat wanneer de vaccinatiegraad toeneemt, vluchten in de wereld weer normaal uitgevoerd kunnen worden. Is goed voor het bedrijfsleven, voor de luchtvaartindustrie. Okay. Minister Ramdien, ik wil u bedanken. Pakweg 2 uur gebabbeld vandaag in deze uitzending van Rashid Pirkans Kalajorkal. Als uw tijd weer een keer beschikbaar is, ga ik u weer roepen, want we moeten dan nog een deel 2 doen, zoals de luisteraar en de kijkers hebben beloofd, om een andere keer te gaan praten over international business en internationale samenwerking. Mag u bedanken voor uw komst naar Rashid Pirkans Kalajorkal. Ja, dank u wel. En nogmaals, we zijn altijd beschikbaar. Samen met de minister van Financiën en Planning zijn we bezig een traject uit te zetten naar economisch herstel, naar een beter leven in Suriname. Wij zijn ervan overtuigd dat we dat zullen realiseren, dat er af en toe wat dingetjes gebeuren die zeg maar dat proces vertragen, dan wel verstoren. Ik wil niet zeggen, kijk daar niet naar, maar hou die lange termijn in de gaten. Het leven zal veel beter worden. Oké, misschien moet ik een afspraak nog met u maken, want we moeten nog een deel 2 doen. Maar misschien moet ik ook een combinatieafspraak maken tussen u en minister Achijbersing om ook te praten over het SEC economisch verhaal van ons. Het is enorm belangrijk dat we dat doen, want de bevolking moet weten dat het goed komt. Okay. En wij zijn ervan overtuigd en wij gaan echt alles eraan doen om het de Surinaamse bevolking een beter leven te geven. Dank u wel voor uw komst. En dit was het dan voor Rashid Pirkans Kalajorkal. Mag ik u heel hartelijk dank zeggen voor uw tijd dat u hebt genomen om te kijken en om te luisteren. En inshallah ben ik er weer woensdag met een andere aflevering. Ram Ram, namaskar, goede avies. Salam alaikum, dit was Rashid Pirkans Kalajorkal.